Hiervoor jullie zien jullie Eva Puls en zij zal de erfgenaam founder zijn van deze legacy. Kijken hoe ver we kunnen komen met haar en haar familie en al dat soort dingen. Ik wil gewoon echt met deze serie alle aspecten van The Sims mee gaan spelen. En een onderdeel daarvan lijkt me leuk om echt te beginnen vanaf niks. Van de grond af aan opbouwen. Dus we hebben, zoals je kunt zien, een sim. Ze heeft geen carrière. Nou, ze had geen vaardigheden, maar ze dook net een mobiel op. Dus ze kan nu een heel klein beetje gamen. Ze kent niemand. Ze heeft niks in de inventaris. En geen clubs. En, zoals je hier kunt zien, ook geen huis. Zo, daar ging het geld. Nu heeft ze dus echt helemaal niks. En het lijkt me dan echt leuk om met haar alles op te bouwen. Een heel leven op te bouwen. Dus denk aan relaties en kinderen en kleinkinderen en et cetera. Denk aan dat deze lege kavel ooit een mooi huis zal hebben. Het is actief. Goed, houdt van buiten en huiselijk. En dan gaan we voor haar nu, voor atleet. Oh, dat ging niet helemaal goed. Slechte start. Dit is een beetje... Ze heeft niet echt veel controle over de arm. Nog 3 uur voordat het bederft. Nou, dan pakken we gewoon een portie. Hebben we gratis eten voor elkaar. Komt dat even goed uit? Oh kijk, we kunnen nu ook plantjes oogsten. Dat is mooi, want dan kunnen we wat op onze eigen kavel aanleggen voor extra. Die is nog niet goed. Maar dan kunnen we nog wat extra aanleggen voor op onze eigen kavel. Dan hoeven we niet meer overal de buurt af te speuren. En het lijkt misschien wel een leuk idee om... Ja, het is nu toch zondag op maandagnacht. Ze heeft genoeg energie. Al haar behoeften zijn op dit moment nog groen. Ze heeft toch geen bed waar ze naartoe kan. Laten we gewoon lekker gaan stappen. En waar kan het beter dan in de Windenburg? Echt even een leuke avond beleven. Zo, we zijn bij Discotheek Pan Europa. Ja, een feestje. Tijd voor een feestoutfit natuurlijk. Zo. We kunnen wel even dansen. Kijken wat haar moves zijn. Oh, heel keurig, heel basic. Nou, we hoeven ze niet allebei te bewaren. We kunnen er eentje wel verkopen. Dat is alvast 5 simoleons. En dan gaan we maar even beginnen met bouwen. Het lijkt me denk ik het beste om haar als eerste een bed te geven. Want volgens mij een tent kan je alleen kopen, dacht ik, via de computer. Ja, dat kan nu al, maar dat hebben ze niet. Nou, waar zetten we het neer? Er staat niks. Laten we het een beetje achterin neerzetten, want hier lopen natuurlijk heel veel mensen langs. Hier ook wel, maar dan ben je nog een beetje beschut door de rotsen. En dan hebben we meteen nog maar 4 simoleons. Dus we kunnen gewoon niks anders kopen. Oh, ze gaat al meteen slapen. Ja, gaan we meteen even planten. Er ligt hier eten. Is het goed? Is het goed? Is het goed? Nog 2 uur? Ja. Nou, het gaat wel lekker zo met al dat gratis eten. Al sinds in haar pyjama. Geniet ervan, meid. Die kunnen we alvast verkopen. Dat is weer 4 simoleons. Echt een jackpot, jongens. Another Orna. We zijn aangekomen in de Ratelslangbar. En laten we nou maar niet meteen het woord date, of ja, de term date, aan deze bijeenkomst plakken. Gewoon een vriendschappelijke afspraak is dit. En we gaan een beetje kijken wat voor type hij is. Kijk, korting op drankjes. Komt dat even goed uit, want we zijn natuurlijk niet bepaald rijk. En dan mag jij een happy hour drankje bestellen. Kijk, dit ziet er heel cool uit, maar dat is meer dan de helft van wat we hebben. Dus laten we iets kiezen wat nog onder de 10 simoleons zit. Zoet en pittig. Past wel bij Eva. Volgens mij is zij wel een zoet, maar ook pittig typeje. Hé, nou niet weglopen. Kom terug. Niet een hele goede eerste indruk om dan meteen weg te lopen. Ik weet in ieder geval dat hij in een club zit en dat hij extravert is. Loopt hij weer weg? Oh, nu is het ook nog eens berenavond. Net was het happy hour en nu is het berenavond. Oh, daar is de eerste beer. Waar is de Joaquin heen? Is hij nou weg? Roddelen over beer. Laten we dat doen. Met al die beren om je heen, laten we gaan roddelen over een beer. Oké. Dit is te leuk. Kijk, die beren op een rij zitten. Zo leuk, die vrije wil. Ze heeft gewoon een drankje besteld. We hadden 26 simoleons. Ik heb dan opgelet om een goedkoop drankje te bestellen. Dus toen hadden we nog 20 simoleons. En dan bestelt ze vervolgens een drankje van 12 simoleons. Oh. Dus nu hebben we nog maar 8 over. Nou, gelukkig begint morgen haar eerste werkdag. Ja, je moet wel op blijven letten, anders geeft Eva gewoon al wat geld uit. Morgen na het werk hoop ik dat we in ieder geval genoeg geld hebben om een douche te kopen. Even kijken hoe het nu gaat. Ze heeft haar handen gewassen. Ah, het wordt weer groen. Yes. En dan gaat ze nu ook nog de tanden poetsen. Want dat doe je als je naar een kroeg gaat. Ja, insta-hygiëne. Hoppa. Nou, dat ziet er niet uit alsof iets, ja, dat je zou willen drinken. En de kleur, dat ziet eruit als smurfsnot. En dan met die belletjes erbij. Kijk, het is tijd.
Maak er een goede geslaagde werkdag van. Maak een goede indruk. En wie weet kom je wel met een promotie naar huis. Ja, ik heb haar heel hard laten werken. Ze is daardoor wat gespannen, zoals je hier kunt zien. En zoals je hier aan haar gezicht kunt zien. Maar het heeft ons wel een promotie opgeleverd. Dus naast dat ze gewoon haar salaris heeft gekregen, heeft ze ook nog eens een salarisverhoging gekregen, plus een bonus. En dan hebben we inmiddels 852 simoleons. Dat is echt heel fijn. Nou, even kijken. Terwijl ze aan het rennen is, kunnen we misschien wel die badkamer in elkaar gaan flansen. Kijk, we hebben gewoon nu muren en een deur. Eva heeft nu gewoon een dak boven haar hoofd. Wel alleen als ze gaat douchen, nog niet als ze naar bed gaat. En dan kan Eva zo lekker onder de douche als ze terugkomt. Ja, kan maar lekker douchen. Ja, misschien kunnen we Marcus wel even uitnodigen. Ook al is hier niks te doen. Ik vraag me dan af, gaat hij dan op deze deur kloppen? Oh, daar is hij. Gaat hij serieus kloppen? Ja hoor. En moet ik dan zeggen, kom maar binnen. Krijg ik die optie? Vraag om binnen te komen? Nee, niet. Hij is flirterig. Ja, ik denk dat het nog wel handig is om wat andere mannelijke sims te leren kennen. Misschien dat ik zelf nog iemand maak en in de buurt erbij zet. Want een townie voor nu. Ja, ik weet niet. Er zit hier nog niet echt iemand bij waarvan ik denk, oh, dat vind ik wel leuk. Doei Marcus. En er is een feestje. Nou, weet je wat? Oké, we gaan. Kijk, we zijn bij een dansfeest aangekomen op de klippen. Oh, kijk eens. Dat was een hele interessante move. Even kijken, wat zouden we kunnen gaan doen? We hebben natuurlijk een douche en een bed. Is er genoeg ruimte om nog een kamertje te maken hier? Dan kan ze in ieder geval in privacy slapen. Nou, we hebben gewoon een mini slaapkamertje. Dus dit is nu van Eva. We hebben gewoon twee kamertjes nu. Zo, we zijn bij het huis Gauwzomer aangekomen. Roos is heel gelukkig. Norman scoort punten hier. We weten dat hij een artiest is. Een muziekliefhebber. Zelfverzekerd. Kijk, we weten alweer iets. Het grappige is dat ik zelf bijna nooit hoofddeksels op Sims doe. Maar het staat hem zo leuk. Hij is gemaakt met de muziekstijl blues in gedachten. Ik vind het echt... Het heeft zijn vriendje goed gedaan. Het is een leuke sim geworden. Oh, kijk. Extravert. Hij is extravert. Dus we hebben, dames en heren, Norman Thomassen. Hij is een artiest, muziekliefhebber, extravert, zelfverzekerd. En vrijgezel natuurlijk. Ze zijn al vrienden. En onthoud dit, want we gaan in de volgende aflevering de andere sim leren kennen die ik uit mijn eigen galerij heb gezet. En dan mogen jullie namelijk gaan stemmen met wie Eva op een date moet gaan. Zo, we zijn weer thuis en... Oh ja, ik dacht waar is het bed, maar ik was helemaal vergeten dat we dat kamertje hadden. Ga maar slapen. Maar ze mag dus voor het eerst gewoon in een kamer gaan slapen. Ik hoorde dat jij en Norman Thomas nu vrienden zijn. Hij is best cool. Nou, dat vind ik ook. Ben ik met je eens, Raj. Dit prachtige paarse lamapak mag zij naar de werk. En dan maar hopen dat ze het een beetje goed gaat doen. Gaat wel lekker zo met dat geld. Kijk, we komen al bijna bij de 1000. Oeh, we zitten al op 1500. Oké, ruim 1600 simoleons. Ja, wat zullen we daar eens van bouwen? Nou, misschien is het handig als ze een eigen wc heeft. Dan hoeven we niet elke keer naar het toilethuisje toe. Oké, wc. Nou, nu bestaat haar huis uit drie kleine kamertjes. Nou, het huisje is dus weer ietsjes uitgebreid. We hebben er weer een kamertje bij. Oh, nee. 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 Ga blussen, kom op. Oh, we hadden al bijna geen geld. We hebben al het geld opgemaakt en de keuken. Nu verbrandt gewoon die hele keuken. Nou. Oh, we krijgen wel wat geld. 260 simoleons. Is dat genoeg? Oh, en nou heeft ze nog steeds honger. Oh, we zijn haar bed kwijt. Oh, geen brand dit keer. Ik weet niet wat S-pop is, maar zet het maar aan. We zijn op dit moment niet bij haarzelf thuis, maar bij het huis van de tweede man. En die gaan we dus vandaag leren kennen. Viro Man heet die. Oh kijk, we weten al dat Viro actief is. We willen natuurlijk meer van hem weten. Ja, zo te zien is hij echt actief. Ik blijf dat altijd zo'n apart iets vinden in de Sims 4. Zo van dat actieve Sims opeens uit het niets denken. Oh, ik ga sit-ups doen. Bro, hij is ook een bro.
Dus we weten nu, actief en bro. Het is eigenlijk best wel apart dat je als sim gewoon naar een random huis kunt gaan, op de deur kunt kloppen en gewoon iemand kan gaan leren kennen. Kijk, met Eva gaat het ook meteen een stuk beter, dat ze en televisie kan kijken en met een leuke man in gesprek. Hij is gewoon gaan slapen. Wat? Nou, komt er iemand naar je huis? Dit is ook echt iets wat alleen in de Sims gebeurt. Hè? Er komt gewoon iemand naar je huis die je niet kent. Die klopt op de deur. Diegene laat je binnen. Daar ga je een beetje mee kletsen. Dan denk je tijdens het gesprek, oh, ik ga koken. Maar blijkbaar kan je dus niet koken en kletsen tegelijkertijd. Want het staat hier nu nog steeds. En op een gegeven moment denkt hij, weet je wat, ik ga gewoon naar bed. En nu ligt hij dus hier te slapen en zij zit hier dus nog. Probeer het later nog een keer, want ik wil gewoon echt die derde eigenschap wel... daar wil ik wel achterin komen. Dus misschien dat we hem binnenkort nog maar eens uitnodigen op onze kafel. Al ziet dat er niet al te denderend uit. Als tonieren zo snel gingen in het echt, dan had ik het ook wel gedaan. Dat je met één grijp zo in één keer je hele planten... Ik heb een goed gevoel en Geekon wordt gehouden. Wil je proberen om samen met mij... festivalwedstrijden te winnen. Ik weet niet. Ik denk dat het beter is om Viro gewoon hier naartoe uit te nodigen. Oh, het kan ook al niet meer. Ik denk dat ons huisje wel weer een leuke aanvulling kan gebruiken. Helemaal omdat we natuurlijk van plan zijn om Viro uit te nodigen. Dan ziet het er toch iets beter uit. En sms van Norman. Ik hoorde dat jij en Viro man nu vrienden zijn. Hij is best wel cool. Hij is ook je concurrent, Norman. Wat doe je nou? Kijk, het wordt nu al echt een klein huisje zo. Het zijn niet meer van die random losse kamers. Ze heeft nu echt een klein studio appartementje. Hebben we geld voor een televisie? 500 of? Ja, we doen deze wel. Het is misschien niet de meest stoere televisie. Maar dan kan ze in ieder geval haar plezier wat meer. Het ziet er wel heel stom uit. Nu heeft het echt voor het eerst de vorm van het huis. Het heeft nog geen dak. Maar ik vind het ook een beetje stom om er nu al een dak op te zetten. En die dan constant te moeten aanpassen. Ik ben al echt zo'n kneuzer als het gaat om daken plaatsen op huis. Ah, Norman wil langskomen. Dat is wel heel leuk. Alleen we moeten eerst Viro nog beter leren kennen. Van Norman weten we alles al. Sorry Norman, we moeten je toch even afwijzen. Maar kijk. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. En ze is alweer klaar. Ah, je barra! Kijk of we die laatste eigenschappen... Oh, hij is flirtig. Ah, we hebben het ontdekt. Hij is een ingewijde. Dus, Viro is ingewijd, actief en een bro. En zo te zien gaat hij naar huis. Dat is wel de ideale timing. Oh, kijk. Promotie. Ze is aanvoerder van het dansteam. Nieuwe kleding, meer geld. Kijk, dat gaat lekker. Definitief nemen we nu afscheid van het lama-pak. Hier heet het dansteam, maar ik denk dat het in de Engelstalige versie cheerleader is. Het gaat ook weer hup, zo van de lijn af. Oep, wordt zo in de lucht gegooid en het ligt in de kast. Waar is onze date? Oh, die is al naar binnen gegaan. Ja hoor! De allereerste gooi. En het ging echt zo scheef als wat. En ze gooit gewoon een strike. Daar komt Viro. Mislukt. Nee. De date is mislukt. Oh, dat vindt hij leuk. Oké, en daar komt ons eten. Kom op. Wordt tijd voor een beetje romance. We gaan nog een keer flirten. Ja, de roze balk is er. Het is een heet gesprek. En dat op de eerste date. En dan was... Nou ja, de eerste date is eigenlijk soort van al voorbij. Speltechnisch gezien. En die was gewoon gigantisch mislukt. Hun after date. Dat ziet er wel aardig goed uit. Maar wat zouden we kunnen doen om dit huis leuker te maken? Misschien een aparte slaapkamer. Ja, weet je, we doen nu al gewoon deze. En dan uiteindelijk kunnen we het in de toekomst nog wel aanpassen. Dan heeft ze in ieder geval nu een bed. Een goed bed. Niet meer zo'n opblaasbedje. Oh, en kijk, we zijn flirterig. Vanwege een pikant lunchafspraakje. Al is het al bijna 4:30. Dus echt lunch is het niet meer. Het wordt nou wel tijd dat ze wat closer worden met z'n tweeën. Even kijken, het liefdesdrankje. Ja, voor allebei. Hey, niet op je telefoon. Je bent op een date. Oh, ze zijn allebei heel flirterig. Nou, dan is het gewoon tijd voor die eerste kus. Zo leuk, ja. Ik vind het echt heel leuk, want het betekent een stap verder in de relatie. Oh, het eten komt eraan. Dat is mooi. Ja, daar is het. En ze hebben het liefdesdrankje nummer 4 zelfs. Een flirtastisch gevoel geeft dat liefdesdrankje. Nou, als hij nu nog nee zegt, dan is hij gewoon niet de ware.
Zijn ze nu samen? Ze zijn nu samen. Het is nu een setje. We hebben een nieuwe mijlpaal gehaald in deze Let's Play. Eva is niet meer alleen. Heel schattig dit. Ik ben nu al benieuwd hoe hun kinderen eruit komen zien. Dat vind ik echt een van de leukste onderdelen van de Sims, de genetica. Laten we sowieso dit wat vergroten. Misschien de woonkamer vergroten? Zo. Ja, ik wil eigenlijk een eettafel neerzetten, maar er is nergens een plek waarvan je denkt, oh, dat kan daar wel. Maar het is wat ruimer en dat is wel fijn als je hier nu met z'n tweeën gaat wonen. Ik vind het echt grappig om te zien hoe dit huisje gewoon zo groeit. We hadden eerst gewoon niks. Oh jee. Hoe hoog ben je? Oh. Oh jee. Oh kijk, ik wou net checken hoe hoog ze is met kookvaardigheid niveau, maar nu niveau 4 dus. Oké, de bloemen zijn toegevoegd. En je ziet nu allemaal vlindertjes en spikkeltjes. Viro wil gezellig langskomen. Oh, nog eventjes wachten. Ze moet eerst naar de werk. Je mag vanavond. Wat is er met haar bed aan de hand? Kijk, dit bed lijkt net of er een onzichtbaar iemand in zit. Oké. Oh, hij is boos. Ze probeert je op te fleuren. Ze probeert om een goed humeur te krijgen. Nee, wat is er? Het gaat weer. Ik zie alleen maar rode streepjes. Ik weet niet wat ik moet doen. Die boze humeur. Ik probeer die weg te krijgen. Verdorie, Viro. Het is nu een aanstootgevend gesprek. Hoe dan? Dit gesprek dreigt compleet te ontsporen. Probeer excuses aan. Nee, ik ga geen excuses aanbieden. Hij deed een ondeugende interactie. Nou is zij ook boos. Weet je, Viro? Samenwonen zit er in deze aflevering lekker even niet in. Kunnen we je... Ja, afscheid. Dag. Ga maar naar huis. Dit is die foto die ze gemaakt heeft toen ze in het restaurant waren. Kijk, je kan dus al een foto maken van het eten. En dan is het misschien ook wel leuk om een foto van hun ernaast. En ook een lijst omheen. Dit is toch leuk? Maar dan moet hij het wel nog gaan waarmaken natuurlijk. Hè? Want de laatste keer was hij helemaal chagrijnig. Dus ik hoop dat dan dit keer een stuk beter is. Hij is nu prima. Hij is niet meer boos. Daar ben ik heel blij om. Daar, vraag om in te trekken. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Trek samen in. Viro heeft maar 10 simoleons. Dat wordt wat. Maar goed, jij gaat erbij. Hier, op vakantie gaan. Met z'n tweetjes. We zijn aangekomen in de jungle van Selvadorada. Ja, dit is een mooie jungle look, toch? Mooie toeristische jungle look. Nou, Viro heeft ook een nieuwe look voor in de jungle. Het is belangrijk om je voor... je avontuur met de juiste uitrusting voor te bereiden op de vele gevaren in de jungle. Oh, we zijn het kapmes nu al kwijt. Nou, dan gaan we inderdaad niet heel ver komen. Maar kijk, dit vinden ze wel eventjes leuk om te zien. Deze omgeving. Laten we met z'n tweeën hierheen gaan. Dat mooie uitzicht. Daar willen ze vast wel een foto van hebben. Echt zo'n vakantiekiekje. Zijn ze dan hoor, op avontuur. Kijk, ze worden nu super flirterig van die waterval. Als het goed is, krijgen we nu die waterval wel op de achtergrond. Ja, oh, dit is toch vet. Dat gaat echt leuk zijn voor in hun huis. Eva in actie. Ze hebben nu een klein beetje van de jungle ontdekt. Oh, wat grappig. Kijk, hier beneden is hun huisje. Hun vakantiehuisje. Super toffe plek vind ik dit. Ja, dit is toch gaaf. Het is hun eerste vakantie samen. Oh, kijk, het eten komt er ook aan. Oeh. Daar is het eten. Eet smakelijk. Dankjewel. Ik weet niet hoe je heet. Oh, Viro wil iets met... Verloven met Eva. Oeh. Kijk dan. En het wordt wel tijd voor de volgende stap in hun leven. Viro en Eva. Oeh. Kijk dan. Moet je kijken wat een uitzicht. Super mooi. Kijk, daar is de zon. Die is nu onderaan gaan. Het licht ook. Nee, niet zo staan. Oh. Oh. Dit is toch super romantisch? Zal ze ja zeggen? Oh, ze zijn verloofd. Yay! Zwerm bij dat neer op Viro. Nee! Nee. Dit is gewoon gemeen. Dit is echt gemeen. Vet romantische locatie. Vet romantische zonsondergang. Prachtige kleuren. Romantische sfeer. Ze zijn romantisch. Ze zijn geïnspireerd. Ze heeft ja gezegd op zijn aanzoek. En dan wordt hij vervolgens aangevallen door zwermbijen. Dat is toch gewoon niet te geloven. Oh nee. Zij ook al. Oké, tip voor jullie allemaal. Doe geen aanzoek in de jungle. Bijen zijn iets te enthousiast als het gaat om de felicitaties. We hebben voor Eva deze winterlook. Leuke jas met spijkerbroek,
De nieuwe laarzen uit het pakket en een muts en handschoenen. Een beetje hip, maar ook vrouwelijk. En Porfiro, die heeft de eigenschap bro. Een wat stoerdere wintermuts op zijn hoofd. Dus dit zijn hun winterlooks. Dan is dit de zomerlook voor Viro. Vond ik ook wel echt bij hem passen als bro zijnder. Iemand die in social media werkt. Beetje lekker chill. En voor Eva heb ik ook een van die nieuwe outfits. Deze. En die roze bril erbij. Die staat toch top. Dus een feestdag toevoegen. De Kimpulsdag ga je lekker spelletjes spelen. Zogenaamd ook lekker op mijn YouTube kanaal de video's bekijken. Verhalen vertellen. Want ja, een let's play is ook een soort van verhaal natuurlijk. Ja, als jij dol bent op Sims verhalen. Kijk maar even op Tank Bloemhoek. Nou, dan gaan we natuurlijk op Kimpulsdag ook. Een vuif geven, lekker feestje vieren, gasten uitnodigen, natuurlijk. Ik ben het. Kijk, mijn Sim Selfie zit in het spel. Mijn Sim Selfie zal de fotograaf zijn op de bruiloft van Eva en Viro. Want je hebt natuurlijk een Sim nodig om te besturen die foto's kan maken. Normaal gesproken neem je je familie mee, weet je wel. Neem je je moeder mee, eventueel een zus of een broer, schoonfamilie. Eva is natuurlijk generatie 1. Zij is de oprichter van de familie Puls. Dus ze is in haar eentje. Ze heeft geen broers, geen zussen, geen ouders om mee te nemen. En dan wordt het tijd om de paskamer in te gaan. Ik heb twee jurken in mijn hoofd. We hebben deze jurk. En wat ik zo leuk vind aan deze jurk is dat hij simpel is, maar ook weer niet. Simpele stof, maar toch door die steentjes hier overal ziet hij er wel heel leuk en apart uit. Dan heeft ze een mooie riem eromheen. Een diepe V-hals met dus zo'n extra van het doorzichtige stof er nog bij. Aan de achterkant heb ze ook zo'n V-hals. Je kan een klein beetje van haar tatoeage zien. Deze jurk is in het spel gekomen bij de luxe feestaccessoires. Hij komt in allerlei kleuren, maar voor de bruiloft houdt het natuurlijk op wit. Kijk eens aan. Dat is de eerste jurk. De jurk van jaargetijden. Kijk, hier kun je de tatoeage ook goed zien. Hier kan je uit twee kleuren kiezen. We kunnen natuurlijk gewoon ook weer voor het traditionele wit gaan. En dat is zometeen ook de jurk waarmee we haar even op de foto's willen zetten. Maar we hebben ook nog een champagne kleur. Dus dat vind ik ook een leuke optie. En wat ik zo leuk vind aan deze jurk is dat die ook best wel simpel is. Je hebt hier mooie witte stof. Of dan champagne kleur als we voor die andere kleur gaan. Dat loopt helemaal door naar achter. Dan heb je zo'n hele mooie decoratieve strik. En dan deze versierseltjes hier aan één kant. Als die hele jurk onder de versierseltjes had gezeten, was het too much geweest voor Eva. Ik vind hoe dit hier loopt tof en dat deze niet lang is. Leuk voor de variatie. Hier gaan we natuurlijk ook een foto van maken. Hoe wil je een jurk een verrassing houden? Kijk, Peter. Volgens mij is het dezelfde pose als die we net hadden, toch? Eén. Kijken. Wie zit daar zo te zingen, joh? Was dat een van jullie? Waar is ze? Ja joh, ga even tijdens de trouwjurken pas even sit-ups doen. We hebben dus die twee jurken. De jurk van luxe feestaccessoires, die ik even de glitterjurk noem. En we hebben de jurk van jaargetijden, die ik de strikjurk noem. En nou mogen jullie stemmen welke jurk jullie vinden dat Eva in moet trouwen. In Newcrest is het niet zo mooi weer. Ren naar binnen, ren naar binnen. Oeh, die kwam hier achter ergens. Maar nu wil ik een dansfeest. Zo, lekker dansfeestje. Laten we met z'n allen samen hierheen gaan. Ja, Eva is bijna jarig, ik weet het. Een groepsdans doen. 1, 2, stap. Dat wil ik wel zien. Oeh, ze sloeg zichzelf. Oh, dat ziet er wel goed uit hoor, Eva. Kijk er gaan. Wat een moes. Qua groepsdans is het wel een beetje een flop. Oeh. Oh, dit vind ik leuk. Oh, dit vind ik super tof. Kijk mezelf ook gaan. Nou, zo goed ben ik niet hoor. Eva Puls en Van Viro, ze gaan trouwen. En het is tijd. De bruiloft kan elk moment gaan beginnen. Oh nee. We hadden in Newcrest hittegolven, maar we hebben hier niet alleen regen in Brindleton Bay, maar ook nog eens gewoon een dikke vette onweersbui. Dat is zo niet... zo niet wat ik voor ogen had. Ik denk, oh, mooie zomerse bruiloft in Brindleton Bay. Het trouwgedeelte is dus hier buiten. Dus de bruid gaat zeiknat worden. Ja, ze zeggen wel dat als het regent, dat dat geluk brengt op je bruiloft. Voorspelling voor vandaag onweersbui. En morgen is het mooi weer natuurlijk, zul je net zien. En jullie hadden natuurlijk gestemd voor deze jurk. En daar komt dus dit mooie kapsel bij. Ik heb er een ketting bij gedaan. En oorbellen met hartjes natuurlijk. Kijk, ik ben al een drankje aan het drinken. Dat is mooi. Zo te zien heb ik ook chips besteld. Wat lijkt mijn Sim Selfie toch op mij. Ja, we gaan trouwen. In de regen. Het is niet anders.
Oh, daar sloeg de bliksem in. Oh, dit wordt wat, hè. Straks gaat er één dood tijdens de bruiloft. Dit is toch super schattig. Jij mag nu een foto gaan maken. Van het moment. Waar staan ze? Daar staan ze. Oh, wat grappig. Zij staat hier echt zo bij van... Haha, ik heb hem in de pocket. Mijn man. Zo'n leuke foto. Oh, daar komt de ring. Het is toch tof om die foto's te hebben. En ze zijn getrouwd. Yay! Eva en Viro zijn getrouwd. Ik vind het wel bijzonder dat onze entertainer met de rug naar ons toe komt te staan. Dus draai even om, gozer. Oh, oh. Was er iets niet goed met die macaroni of zo? Arme Eva werd even niet lekker. Oh. Oké, ik heb Eva een vakantiedag gegeven. Of een snipperdag. Zodat ze vandaag kon trouwen. En nou heeft ze dus, ondanks dat ze een snipperdag had, wel gewoon een promotie gekregen. Nou, dat is wel een leuk cadeautje van haar werk. En dan kunnen we dus kiezen of zij een bodybuilder gaat worden. Of we kunnen voor professioneel atleet gaan. Ik vind haar niet een bodybuilder of zo. Dus daar gaan we voor. Dus dat is wel gaaf. Nou, bruiloft is deels weer terugbetaald. Oh, leuk. Kijk dan genieten. Waar zijn we? Waar zijn ze? Nee, dit wordt hem niet. Nee, dit is geen charmante foto. Ja, we hebben een kus. Dit is een super schattige foto. Alles gaat goed. Alles lukt. Het is net een sprookje. Waaronder, sommigen hadden het al gezien bij de bruiloftsaflevering. Maar kijk eens naar de buik van Eva. Ze is zwanger. En Norman feliciteert ons met ons huwelijk. Dankjewel, Norman. Ah, ze is heel gelukkig. Ook al woont ze in dit baggerhuis. Moet je ook zien hoe oud dit eruit ziet. Ze is gewoon heel gelukkig. Omdat ze getrouwd is. Ze heeft best lekker gegeten. Ook al was het een klikje. Ze heeft een goed gevoel. Ze is in een goede stemming. Ze is in een goede inrichting. Nou, dat valt nou wel weer mee, hoor. En ze is natuurlijk 3 tot 6 maanden zwanger. We kunnen wel even naar die trouwfoto's kijken. We hebben die en die. Zulke leuke foto. Ze zijn ook zo leuk groot. Dat is echt fijn. Past alleen niet meer daar op de muur. Wow, de trouwfoto heeft 80 volgers gekregen. Wat goed. Ziet er tof uit, zo'n muur. En als ze jong is, dat het verplicht blauw moet zijn. Nee, dit kan ook gewoon leuk voor een meisje. Ik vind dit schattig met die wolkjes hier. En dat past weer mooi met die wolkenlamp die we daar hebben hangen. Een hondje of een poesje. Oh, we hebben hier ook een beer, Grompie. Laten we voor de beer gaan. De blauwe beer, de roze, de bruine. Ja, blauwe. Dit is nou de enige kamer die er nog een beetje degelijk uitziet. De rest is allemaal zo saai. Oh, we hebben geen geld. Het dak kost geld. Onvoldoende geld. Maar er staat hier 0 simoleons. Nou ja, wat een onzin. Dat vind ik echt gemeen. Er staat er 0 simoleons en dan krijgen we het niet. Hoe staat het met haar zwangerschap? Laatste 3 maanden over 10 uur. Spannend. Plekje voor moeders om te zitten. Het is tijd om jouw smaakpapillen en kookrepertoire wat uit te breiden. Laten we wat gaan proeven op het Specerijfestival. Nou, perfecte timing, vriend. We nemen meteen Eva mee. Zo, ga dan maar eten bestellen. Pak maar een banh mi. Oh, we hebben pittig eten. Ik wist niet dat dat pittig was. Zo te zien is Viro het niet gewend om pittig gerechten te eten, zoals samosa. Misschien gaat hij nog vuur spuwen. Ah! Oh. Zo lief samen. Dan ga je naast een vreemde man zitten. Wie is dit? Oh, dit is Norman. Dat is helemaal geen vreemde man. Sorry, Sabrina. Sorry, Miss Divi. Dat is wel leuk dat ze hem nu tegenkomt. Ik vind ze echt leuk. Ik doe dit niet eens. Dit doen ze uit zichzelf. Ze zijn echt zo'n lief setje samen. Aan de bevallen. De baby komt. De baby komt. Oh. Oh, ze moet ook heel nodig plassen. Snel plassen. Ga je inchecken bij de receptie. We gaan met haar mee. Ik vind het dan wel heel bijzonder dat ze bij de receptie al die outfit krijgt. Oh, het is zover. Het is zover. Ik ben zo benieuwd. Wat voor baby wordt het? Oh, nee, niet haar hart. Die hebben we nodig. Het is een jongetje. Eva is net bevallen van een jongetje. Deze baby heeft een naam nodig. Hoe wil je hem gaan noemen? Mattie, jij bent nu een pulsbaby. Mattie Puls is dus nu geboren. Super schattig. Nou, het is dus Mattie Puls geworden. De allereerste. Maar we gaan even een beetje de boel verbouwen, want we hebben wat geld. Dus dan kunnen we deze woning wat groter maken. Kijk, we hebben zo'n leuk woonkamerhoekje. Ik vind het al zo leuk, hè, dat we echt steeds meer aan het uitbreiden zijn met deze, ja, met dit huis. Hier ook nog een lamp. Kijk, daar zetten we de computer hier in de hoek. Zo.
En dan hebben we hier gewoon ruimte voor een eettafel nu. Helemaal omdat morgen die kleine snotneus ook opgroeit. We pakken gewoon even een hele simpele tafel voor nu. Ook even simpele stoelen. Ja, ik vind dit wel een leuke aanvulling nu op het huis. Het is dus weer een stukje groter geworden. Dat is echt, ik vind dat echt tof. Dat het langzamerhand steeds verder uitbreidt. Oh, die brievenbus staat nog steeds hier. Ja, zij is wel lekker bezig. Hoe ver is ze met haar vaardigheid? Wel aardig hoog. Oh, 73%. Dat is mooi. En ze is heel gelukkig. Ja, nu nog wel. Kijk, ze gaat al aan die eettafel zitten. Ik moet misschien daar. Vind ik gepaster. En dan deze. Zo, van toen ze ooit uit eten waren. Dat is echt leuk. Dat je dit soort dingetjes in je huis kan ophangen. Van die herinneringen en zo. Morgen is het de tegenslagdag. Dan gaat er iets gebeuren. Maar we weten dus nog niet wat. We eindigen deze zesde en laatste sprookjesdag wel heel leuk en gezellig. Want Eva is jarig. Maar Mattie is ook jarig. We gaan een feestje geven. Daar is al de eerste gast. En die gaat op de computer natuurlijk. Oh, kijk. Zij gaat helemaal los. De radio die aanstaat is easy listening. Maar oké, ga jij maar helemaal los. Kijk, daar is al de taart. En we gaan er meteen even kaarsjes op zetten. Mattie wordt wakker. Nou, dan gaan we Matties verjaardag gewoon eerst doen. Ik ben benieuwd. Hoe gaat Mattie eruit zien? Oh, wat leuk. Wat een leuk kindje. Zo te zien heeft hij de oogkleur van mama. En natuurlijk de haarkleur van mama. Want papa die heeft donker haar. Ik denk dat hij de huidskleur wel van zijn vader heeft. Als je zo die armen van Eva en Mattie zo naast elkaar ziet. Is Mattie iets donkerder van huidskleur. Maar wat een schattig kindje. Het is echt druk. Super gezellig. Kijk, kijk, kijk. Oh, kijk hem gaan dan. Mensen zijn wel echt dol op die knuffel daar. En er zit iemand Sims te spelen. Eva gaat haar kaarsjes uitblazen. Woehoe. Nou wordt zij volwassene. Eva is ouder geworden. Eindelijk volwassen. In deze levensfase krijg je zin met het vervullen van dromen. Het opbouwen van een pensioen. En misschien wel een midlife crisis te maken. Haar jongvolwassen periode is voorbij. Ze is nu echt een serieuze volwassene. Ah, ze is ook heel gelukkig. Was de hoogste tijd. Bedankt voor je gezelschap. Tot de volgende keer. Jij ook bedankt voor je gezelschap. Nou, en natuurlijk een spetterende avond voor deze twee. Een spetterende romantische avond in bed. Nou, het is op dit moment niet zo gezellig bij de familie Puls thuis. Want Viro, ja, die zit natuurlijk lekker achter de computer. Die wil alleen maar bezig zijn met zijn internet celebrity status. En Eva, die maakt zich toch wel zorgen. Zorg om de kleine Mattie, zorg om het geld. Want er is natuurlijk nu wel promotie binnengebracht. 269 simoleons hebben nu. We hebben ook een rekening van 350 simoleons. En dat kunnen we niet betalen. En als we dat niet betalen, dan wordt morgen de elektriciteit afgesloten. Dus ja, Eva is best wel gestrest daarover. En die maakt ruzie met Viro erover. Maar ze denkt, zoek het maar even uit. Zorg in ieder geval voor dat die kleine aandacht krijgt. Ik ga naar mijn werk. Toedeloe. De tegenslag. Da-da-dam, gaat nu gebeuren. Arme Eva. Ze krijgt nu de schrik van haar leven. Ze is blij. Ze stond erbij en ze keek ernaar. Oh. Nee, kijk. Nu is ze verdrietig. Arme, arme Eva. Betrapt ze gewoon haar man met een ander in bed. En ze is ook meteen heel boos. Vreemdganger door jaloezie. Ze gaat hem slaan. Oh. Ze is boos op hem. Ze is boos op haar. Zij was laatst nog gewoon op hun verjaardag. Ik denk niet dat hij heel erg de ernst ervan inziet. Vreemd gaan. Nee, dat is voor Eva. Dat doen we niet aan. Dus ze gaat scheiden. Het is het einde van een huwelijk. Helaas. Tegenslag. Tegenslag. Ze gaan scheiden. Eva denkt, het is klaar. Ik ga er vandoor. Ik neem het kind mee. Ik neem het geld mee. Kijk, 626 simoleons. Jij blijft achter met 0 simoleons. Zo, ze heeft zich nu voorgenomen. Ik ga aan een vaardigheid werken en mezelf weer op de rit krijgen en weg van hier. Eva
heeft de stap gezet. Ze is verhuisd. Ze heeft wat spulletjes meegenomen. Ze heeft wat spulletjes verkocht. We hebben een klein hutje in Sulani op de kop kunnen tikken. En hier woont Eva dus. Nu samen met Matti. Ze heeft Viro verlaten. Ze is gescheiden. Eva zwanger. Want in de vorige aflevering hadden we natuurlijk de dubbele verjaardag van Eva en Matti. Hadden Viro en Eva een gezellig momentje samen in bed. En dat was dus niet zonder gevolgen. Dus arme Eva. 626 simoleons. Die ze van Viro heeft afgepakt. Daarmee moet ze het doen. Voor de kleine Matti zorgen. Voor de kleine Viro zorgen. Nou is ze net uit haar werk gekomen in de sport. En dat deed ze op zich wel aardig. Want ze zat op niveau 5 van professioneel atleet. Alleen het dingetje is, ze is single moeder. Ze kan natuurlijk niet meer urenlang van huis weg zijn. En dan die kinderen maar weer naar de kinderopvang. En dan komt ze thuis. En dan moet ze in de eentje voor die baby zorgen. En in de eentje voor die peuter zorgen. Dus zij gaat haar sportbaan opzeggen. Om te beginnen met de freelance carrière van de Sims 4 Moschino accessoires. Moet Eva van baan veranderen? Ja, tuurlijk. En nou kunnen we een agentschap kiezen. En wij gaan voor de toekomststijl. En dan kunnen we een klus kiezen. Ze is natuurlijk sporter geweest. Dus aangezien deze meer verdient dan die bovenste. Gaan we voor deze. Dat ze toch nog... daar heeft ze wel... verstand van natuurlijk. Oh jee, ik zie nog trouwfoto's. We kunnen wel wat geld bij elkaar krijgen door de trouwfoto's te verkopen. Onze eerste model, Gunther. Oh, kijk eens aan. Ja, die is ook leuk. Huppatee. Oh, dit is een hele bijzondere houding. Oh, kijk eens aan. De klant heeft je foto goedgekeurd. Wat een fantastische foto. Het behagen van klanten vervult met professionele trots. We moeten Matti toch even in bad doen. Morgen is haar uitgerekende dag. Dan wil je niet nog met een stinkend kind ook zitten. Terwijl je gewoon weeën hebt. Kijk, zie je, er komt al echt een hele walm van hem af. Nog één keertje met z'n tweetjes. En zit hij met z'n eentje. Mams wordt nat gespetterd. Nou, we zijn hier bij het ziekenhuis. Ze gaat een film kijken. Nee, je moet inchecken. Waar haalt ze dat eten nou weer vandaan? Ja, laten we maar gaan kijken wat voor babytje het gaat worden. Het is een meisje. Anna Puls. En het is gelukkig maar één baby. Oh, goshie. Ja, hij is blij met het nieuwe broertje of zus. Je hebt natuurlijk ook kinderen die soms jaloers kunnen zijn. Oh, nee. Eva gaat het nog zwaar krijgen. Wat hebben ze gemaakt? De klant was blij met de foto van Eva Puls. Deze is wel leuk. Oh, dit is ook zo'n schattige kleur. Die schoentjes eronder staan ook echt schattig. Gewoon goud. Laten we deze doen. En dan hebben we hier Matti. Dit staat hem ook echt schattig. Een nieuw kapseltje voor Matti. Oké, we gaan dus nu niet ook alleen Eva en Matti een kleine make-over geven, maar het huis ook. Zo, die kan dan mooi hier in de hoek. Oh, ik ben zo benieuwd naar dit bed en ik hoop ook echt dat alles goed zal gaan. We hebben hier nu heel veel loze ruimte. Nou, je moet natuurlijk rekening houden met dat bed. Trouwens, we kunnen deze lamp ook wel vervangen voor die nieuwe. Er zit een hele mooie nieuwe lamp in. Er zit een heel leuk poefje in. Het is geen poefje om op te zitten, maar een poefje gewoon voor spulletjes. Ik vind het eigenlijk wel een geinig idee om zeg maar dezelfde kleur als deze muur te pakken. Dat is een beetje zoiets. Het huis krijgt al meteen een wat knusser sfeertje. Ik moet wel zeggen, het ziet er al echt meer huiselijker uit. Eerst verbeteren. Oh, dat kan ze niet. En niveau 3. Oh, ze heeft niveau 2. Er is namelijk een ding met dit bed. Het kan gevaarlijk zijn. We gaan het bed omlaag klappen. Daar komt ze aan. Hé, hey, afstandsbediening. Het werkt niet. De afstandsbediening. Oh nee. Oh nee. Oh, het werkt wel. Oh nee, hij blijft hangen. Oh nee. Nee! 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 Oh, ik had hierover gehoord. Maar ze klapt hem voor de allereerste keer open. Kijk die arme Matti. Kijk die arme Anna. Oh, nou...